Hey, ben je er ook? Hallo. Het melkveebedrijf van Martin Benning uit Leebroek zit op slot. Het ministerie van Landbouw heeft vorige week besloten om tijdelijk 2100 bedrijven stil te leggen, omdat er fouten in de administratie zijn ontdekt. Op deze manier wil het ministerie fraude aanpakken. Ja, daar schrok ik eerst wel van. Ik heb niet met opzet iets gedaan, zeg maar, alles naar eer en geweten. En om dan direct bestempeld te worden als fraudeur, komt vrij hard aan. In de hele melkveesector, denk ik wel. Je loopt er wel de hele dag mee rond, laat ik het zo zeggen. Ja, je bent er continu toch mee bezig van wat als. Het ging mis bij Benning toen er een ongeboren kalfje verloren ging na 5 maanden. Ja, en dat vruchtje is dusdanig klein dat je dat eigenlijk niet weer kunt vinden doordat hij waarschijnlijk door de roosterschuif is meegenomen. En daar zit het probleem, want de verdwenen foetus had wel aangemeld moeten worden bij een destructiebedrijf. Zolang het bedrijf op slot zit, mogen er geen dieren vervoerd worden. Dat kan betekenen dat het hier heel erg vol gaat worden, ja, dat klopt. En eigenlijk moeten ze, voordat ze 32 dagen oud zijn, moeten ze hier eigenlijk weg, want anders wil de mesterij ze niet meer hebben. Benning heeft nog 2 weken de tijd voordat er problemen ontstaan. Ik hoop dat ik niet onderop de stapel lig van die 2100, want dan ben ik bang dat het nog een paar weken gaat duren.